Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video en alweer een nieuwe Honest Review. We gaan de Honest Review doen van de Caramba Minis en een suikerwafel van de Aldi. Dus we gaan eerst de Carambas Mini reviewen. Een honest review geven, dus ja, let's go. Ik zie nog altijd met de cola cherry van de vorige honest review. Dat hebben we zelf dat goed opgenomen. Dus hier, zo ziet de Caramba Minis eruit. Zo ziet hij maar langs de binnenkant uit. Even werken. Wat vind ik van de Carambas Mini? Ze zijn echt wel redelijk zoet. Ze hebben een goed karamellaagje, een goed koeklaagje, echt. Ze zijn best wel oké. En nu de suikerwafel van de Aldi proberen. Dus zo ziet de suikerwafel eruit. Gemakkelijker om te zien. En let's try it! Oké, wat vind ik van de suikerwafel van de Aldi? Redelijk droog. Het heeft zo'n droge structuur en er zit suiker in en dat knast in je tanden. En niet gelijk een andere suikerwafel, bijvoorbeeld van Lotus, dat beter is. Je proeft dat deze wel Aldi is. Zo droog meer. En niet echt 100% lekker, maar het is goed voor een keer als je een keer een suikerval hebt. Dat zou je aanbevelen. Anders ook, maar... Als je minder... Allee, ik ga die nu wel opeten. Ik eet die af en toe ook nog eens. Maar ja, het was zo lang geleden dat ik het niet meer wist te smaak. Dus ja, dat is dus suikerwafel van Aldi. En dit was dus wel een beetje de tweede honest review. Dus ja, let's go. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Aldi en ik zie jullie guys dan. Ik zie jullie guys in de volgende video. Bye bye. You. Bye-bye!